We maar eerst naar Japan. De problemen rondom de kerncentrales in Japan zetten discussie over kernenergie wereldwijd op scherp. Gisteren wonnen de Groenen in Duitsland belangrijke deelstaatverkiezingen omdat ze tegen kernenergie zijn. En ook in Nederland roert GroenLinks zich inmiddels. Ja, die partij wil een referendum over kernenergie. En dan vooral over de vraag of er in Nederland nieuwe centrales bij moeten komen. Ik vind het op zich wel prima als het maar een beetje, als gewoon de veiligheid echt voorop staat. Ik vind het een goed alternatief voor andere vervuilende ja, energieopwekking zoals kolen en gascentrales. En ja, ik bedoel, de gevaren zijn op zich niet zo heel erg groot. Kijk maar naar Nederland. We hebben hier ook al twee kernreactoren staan. En één daarvan is nog actief. En daar is nooit een probleem mee geweest. Ik zou geneigd zijn te zeggen voor, maar met de laatste ontwikkelingen wordt het wel heel lastig. Zolang ze geen oplossing hebben voor het afval, vind ik niet dat je daar moet beginnen. Vind je het een moeilijke afweging? Nee, niet echt eigenlijk. Nee. Je denkt niet zo van, ja, maar de fossiele brandstoffen zijn ook vervuilend en raken op. Daar heb ik niet over nagedacht eigenlijk. Maar dat heeft het enige energiebedrijf in Nederland dat alleen kernenergie levert wel gedaan. Nou, kernenergie is nog steeds de beste manier om grootschalig CO2-vrije elektriciteit op te wekken voor een relatief lage prijs. Bovendien maakt kernenergie ons onafhankelijker van fossiele brandstoffen zoals gas en kolen. En tenslotte, er zit nog heel veel ontwikkelingspotentieel in kerntechnologie. En daardoor kunnen we kerncentrales in de toekomst nog efficiënter en goedkoper maken. Maar daartegenover staat het standpunt van organisaties als Wise Energy. Het is gevaarlijk, het kan ontploffen, het is heel erg duur. De rekening wordt doorgeschoven naar onze kindskinderen. En het is vies, het kernafval met name moet voor duizenden jaren bewaard worden. En we weten nog helemaal niet hoe dat moet. Tja, zoveel mensen, zoveel meningen. Het is in ieder geval een onderwerp dat niet heel eenvoudig in een referendum is te vatten. Nee, maar we gaan proberen u een handje te helpen om een gedegen mening te vormen. Dat doen we met analysebedrijf De Argumentenfabriek. Zij hebben alle argumenten verzameld, zowel voor als tegen. Zo ingewikkeld is die afweging. Ze vatten de discussie samen in 31 argumenten op 7 verschillende vlakken. Door Japan speelt vooral veiligheid een rol in de discussie. Maar eigenlijk zou je ook andere belangen moeten afwegen, zoals de economische. Kernenergie is de goedkoopste manier om elektriciteit op te wekken. Maar er is veel geld nodig om een nieuwe centrale te bouwen en de veiligheid te garanderen. Of het milieu. Bij de productie van kernenergie komt nauwelijks CO2 vrij. Maar hoogradioactief afval moet meer dan 100.000 jaar veilig worden opgeslagen voordat het niet meer gevaarlijk is. Oké, dit zijn dan een paar afwegingen die u zou kunnen meenemen in het vormen van een mening. Maar dan weet u nog lang niet voldoende. Ja, want hoe kom je tot een keuze? De argumentenfabriek is gespecialiseerd in dit soort vraagstukken. Zou je zo zeggen dat je moet proberen om voor jezelf op te schrijven wat de belangrijkste argumenten voor en tegen zijn. En als je die hebt, dan ga je wegen. Ga je dus de argumenten wegen van hoe zwaar zijn ze. Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, veiligheid vind ik heel belangrijk, dus dan geef ik 2 plusjes. Milieu vind ik iets minder belangrijk. Geef ik 1 plusje. En misschien de volksgezondheid, nou, dat vinden we allemaal belangrijk, die geef je dan ook 2 plusjes. Nou, en als je dat goed hebt gedaan, dan kan je voor jezelf kijken van, nou, wegen de argumenten voor nou zwaarder dan de argumenten tegen. Als dat zo is, dan zeg je van, nou, ik ben voor het bouwen van een kerncentrale. En als dat niet zo is, dan ben je tegen. Maar het zijn wel heel veel argumenten. Hier de 4 die je volgens de argumentenfabriek op zijn minst moet meenemen in je besluitvorming. Dan zou ik in ieder geval kijken naar de belangrijkste categorieën. Kijk dan naar economie, hoeveel stroom krijg je voor je geld. Kijk naar de risico's voor de volksgezondheid. Kijk naar het milieu en kijk ook naar de energiezekerheid. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen waar je sowieso op moet letten. Wie weet kunt u er iets mee.